Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met vandaag twee gasten, waaronder Laurens Verspuy, de wethouder financiën van de gemeente Tiel. We gaan met hem praten over de perspectievennota die onlangs is behandeld in de gemeenteraad. Laurens, van harte welkom. De perspectievennota, wat houdt dat nou precies in? De perspectievennota geeft de gemeente als het ware een blik vooruit op de begroting die in november moet komen. Wat het financiële perspectief van de gemeente Tiel is. Dat doen we voor het jaar 2018 en een paar jaar die daarna komen. Ja, en dan kijk je ook naar de jaarrekening, hè? De jaarrekening van vorig jaar. Hoe is het nou uiteindelijk verlopen? Dat is zuiver niet de perspectievennota. De jaarrekening is apart, maar dat komt gelijktijdig, zodat er een totaal compleet financieel beeld ontstaat. Tiel zit in woelig water. Dat komt ook mede door dat het sociale domein, hè, dat daar een groot tekort op is. Vind jij het eigenlijk nog wel leuk? Zeker, hartstikke leuk. Ja, er zijn altijd problemen en er zijn altijd dingen die goed gaan. En er is gewoon ontzettend veel werk. En dat is niet verkeerd. Dat hebben we de afgelopen jaren ook gehad. We blijven doorbouwen aan Tiel. Dus de handen gaan nog steeds uit de mouwen. Doorbouwen aan Tiel, heb je er wel geld voor nodig? Daar heb je geld voor nodig, ja. En dat is als ik terugkijk op een aantal jaren geleden. We hebben een aantal bezuinigingsrondes gehad. Het geld is vaker op geweest in Tiel de afgelopen jaren. Ik denk dat we de afgelopen 8 jaar, 10 jaar voor zo'n 10 miljoen euro hebben bezuinigd in Tiel. Komt er maar eens om. Dat is echt een enorm bedrag. Waar is dat geld met name gehaald? Het bedrag is vooral gehaald ook in dingen efficiënter, slimmer doen, eigen organisatie. Dus het mes is vooral ook in eigen vlees gegaan bij de gemeente. Maar is het dan zo van, ja, je kunt natuurlijk snijden wat je wilt. Op een gegeven moment heb je wel een organisatie nodig om dingen te doen. Klopt. En nou ja, daar zitten we ook redelijk tot op het bot aan. En er resteert nu nog een restant in 2018 van zo'n 4 ton. En die loopt op naar 1 miljoen in 2019 en verder. En dat is het bedrag wat nog gevonden moet worden voor november. Ja, in het Bloesemakkoord, hè, daar zijn x aantal bezuinigingen genoemd. En die worden blijkbaar nu niet gehaald. Of nog niet. Vervelend? Ja, dat is vervelend, want je wilt natuurlijk het uitvoeren zoals dat in het Bloesemakkoord bedoeld is. Maar daar hebben we met z'n allen ook een aantal risico's in genomen natuurlijk door bezuinigingen te benoemen. Ik noem het voorbeeld met betrekking tot het zwembad. De gedachte was om het te privatiseren, wel een zwembad in Tiel te hebben, maar wel in private handen. Daardoor kon het bedrag uit de Tielse boeken. Mm-hmm. Nou ja, het is gewoon gebleken uit onderzoek dat dat niet werkt, dat er geen particulier bedrijf is die dat op die manier wil exploiteren. Ja, maar, en dat betekent dat het bedrag weer in de begroting gevonden moet worden. Verschillende oppositiepartijen hebben ook ideeën aangedragen, hè, nadat zeg maar het kalf al verdronken was. Als het gaat over die onderzoeken, dat er nog best wel mogelijkheden zijn om eens te kijken van, hey, wat zijn die mogelijkheden nou precies om dat zwembad alsnog te kunnen realiseren met een externe partij. Hoe zie jij dat zelf? Nou ja, duidelijk is dat voor het bedrag wat we in de begroting hebben staan, als je dat helemaal weg zou halen, dat er dan geen levensvatbaar zwembad is. Er zijn uiteraard nog allerlei ideeën om te kijken wat je kunt doen met duurzaamheid of met subsidies binnenhalen enzovoort. Feit blijft. De wethouder destijds die feit zei, blijft die dat je een bedrag in de begroting daarvoor moet blijven houden. De wethouder zelf zei van, nou raad, wat wilt u? Die raad zei van, nou, we willen alles erop en eraan en zo mooi mogelijk. Vind je dat die wethouder voortvarend aan de slag is gegaan vervolgens? Als je kijkt waar we nu staan met het zwembad. Het college is voortvarend aan de slag gegaan met de onderzoek en de gedachten zoals die toen bij het Bloesemakkoord geformuleerd waren. Er zijn op verschillende manieren is teruggekoppeld hoe daar naar gekeken is. Er is ook op diverse manieren in de raad ook besproken. En daar rollen nu keuzes uit voort van welk zwembad je wil hebben. De eerste keuze die daar helemaal voor zit is van, goh, als er geen particulier initiatief beschikbaar is, wil je wel of geen zwembad? Nou, die vraag is door alle fracties in de raad volmondig als ja beantwoord. Hè. We willen een zwembad natuurlijk. Precies. En nou is de vraag van wat voor zwembad wil je dan hebben? Nou, daar zijn een aantal opties voor uitgewerkt, die natuurlijk ook variëren in prijs. We hebben nu een zwembad, dus we weten hoeveel het huidige zwembad ons kost. Dat loopt tegen de 500.000 euro per jaar aan. Dat bedrag was wegbezuinigd. Dat is al voor de helft weer terug.
voor het miljoen tekort als het ware in het meerjarenperspectief. Daar zit ook het resterend te bezuinigen bedrag op dat zwembad in. Dus los dat tekort op, vind die bezuiniging en je hebt ook in ieder geval het bedrag van wat het zwembad ons nu kost. En dat leent zich al voor een nieuwbouwvariant. Ja, want het zou dan goedkoper zijn? Nee, voor een nieuwbouwvariant, dat kost ons dan in de boeken hetzelfde wat het oude zwembad ons kost. Maar dan heb je nog niet de recreatieve voorzieningen. Wil je die, dan zal daar nog een bedrag op moeten gaan. Ja, nou, dat wil men, hè? In de basis. En, precies, en dan zal men richting begroting nog een extra bedrag daarvoor moeten. Maar dat geld, dat moet ergens gevonden worden. Zeker. Al op zoek? Tuurlijk, we zijn al bezig met gedachten van hoe je dat zou kunnen doen. Hè? Want de begroting die is ongeveer half november moet die door de raad heen zijn. Kun je wat van die gedachten delen met de kijker? Nou, als je dan terugrekent, dat betekent dat het college zo'n beetje half september en september die begroting klaar moet hebben. Dus nou, in de zomervakantie hebben we daar de tijd voor om dat te doen. Nee, daar ga ik niet op vooruit lopen. Er zal natuurlijk overal naar gekeken worden waar nog geld te halen valt of wellicht extra geld te verdienen valt. Dus met dat pakket komen we na de zomer ergens naar buiten. Het sentiment in die raad, hè? Daar is best wel wat gebeurd. Hoe ervaar je dat zelf? Nou, ik vind niet dat ik in de positie ben om te gaan beschouwen en te gaan becommentariëren wat de raad vindt. De raad heeft iets gevonden. Onze taak is om een sluitende meerjarenbegroting te presenteren in november dan, in raadstermen. En dat gaan we doen. Ja, ik bedoel dan met name zeg maar, de motie van treurnis. Hè. Mensen zijn boos, ook in die raad, en geven een signaal af. Ja. Nou ja, ik begrijp dat het natuurlijk niet leuk is als er te weinig geld is voor de dingen die je allemaal wil doen. Dat is op zich geen nieuw fenomeen. Hè. We hebben altijd meer wensen gehad dan dat er geld is. En we hebben ook altijd de tering naar de nering gezet. Hè. Het Rijk heeft de afgelopen jaren stevig bezuinigd bij gemeenten. We hebben miljoenen voor bezuinigd. Daarnaast hebben we ook gewoon in de stad geïnvesteerd. Ja, dat kan komend jaar niet in het tempo wat we de afgelopen jaren gewend zijn. Ja, dat is het feit. En dat wekt jouw inziens dan de wrijvel? Dat wekt wrevel op, juist omdat er zoveel wensen ook liggen. Ja. Als we willen nog zoveel dingen bereiken met z'n allen in Tiel, ja, daar is niet al het geld voor beschikbaar. De tering naar de nering zetten? Dat klopt, ja. Dat, ook dat moet gebeuren. Wat houdt dat in voor die ontwikkeling van Tiel? Nou ja, dat houdt in dat een aantal wensen die op het lijstje stonden nu nog niet gerealiseerd kunnen worden. Daarbij kijken we, heeft de raad aangegeven bij een aantal projecten om daar richting begroting toch nog eens een keer extra naar te kijken of daar alsnog niet geld voor te vinden is. We hebben het over burgerparticipatie, Zora, nou, dat soort. Zora, dat is kansarme jongeren die dreigen in een criminele situatie te komen, ja, toch weer een kans te bieden. Ja, precies. Ja. Via werk of via opleiding, via school, om ze toch weer ook op het rechte pad te brengen. Ja, wat mij opviel in die raad, als ik daar, ik was er zelf bij. Nou ja, voor 10 jaar geleden of 5 jaar geleden werd er vaak gezegd van, nou ja, hoe gaat u dat dan betalen? Nu zijn er allerlei plannen op tafel gegooid, maar het verhaal van waar het vandaan komt, de centjes, ja, dat is nogal allerminst bekend. Klopt, en dat zal zich uiteindelijk moeten uitkristalliseren bij die begroting in november. Daar moeten de harde wensen en het harde geld bij elkaar komen. Als er uit het meerjarenperspectief als het ware onvoldoende geld is, ja, dan zal er moeten worden afgewogen waar je het niet doet, waar je op bezuinigt en waar je dat geld dan naartoe brengt. Oftewel, het wordt de komende jaren moeilijk in Tiel. Nee, in de zin voor nieuw beleid. Het wordt scherper kiezen. Wat belangrijk is, dat hebben veel gemeenten niet. Dat heeft de gemeente Tiel wel. In iedere begroting, in ieder jaar, hebben we voor onszelf ruimte geschapen voor 2 ton structureel aan nieuwe uitgaven en 2 ton incidenteel aan nieuwe uitgaven. Dus ook al staat de begroting op nul of is er een tekort, whatever, dan nog in onze begroting zit die ruimte. Maar stel je nou eens voor dat Tiel onder een soort van curatele komt te staan, hè? Omdat er nog een paar tegenvallers eventueel komen waar we nu nog geen zicht op hebben.
Nou, ik zou niet willen suggereren dat bij een tegenvaller Tiel meteen onder curatele zou komen te staan. We hebben een weerstandsreserve. Er is een soort van waarschuwing ook vanuit de provincie gekomen van Tiel, pas op. De provincie zegt terecht van dat er zal moeten worden bezuinigd om de begroting weer in evenwicht te brengen. Ja. Nou, daarvan zijn we ons terdege bewust en dat gaan we ook doen. In november ligt er een sluitende meerjarenbegroting. Maar we zetten de risico's op tegenvallers ook af ten opzichte van de reserves die we in Tiel hebben. En alles boven de 1 is voldoende en de weerstandsratio is op dit moment 1,16. Dat schommelt rondom de 1 en dat ligt in Tiel al vele jaren net boven de 1, zo ook nu. Dus er is voldoende budget beschikbaar voor het opvangen van een risico. Nou, er waren een aantal oppositiepartijen die daar al op zin speelden. Hè? Van nou, Tiel moet maar eens op gaan passen. En misschien komen we wel onder een soort van curatele te staan. Bangmakerij? Ik ga er geen kwalificatie aan hangen. We opereren net boven de noemer voldoende. De VVD heeft volgens mij een goede opmerking gemaakt. Zo van, goh, als u nou incidentele grote meevallers hebben. Hè, want de risico's kunnen ook de positieve kant opvallen. Mm-hmm. Ook daar zitten er een aantal in. Geef dat dan niet allemaal uit. Maar zorg ervoor dat je dat stort in de algemene reserve. Zodat je meer geld achter de hand hebt. Zodat er een aantal parameters verbeteren. Ja, dat hebben we ook nodig als Tiel zijnde. Hè, als je kijkt naar het sociaal domein. Want structureel is daar een tekort op. Zoals het er nu uitziet. Klopt. Hè, we hebben gevonden van dat afgelopen jaar 2016 was ongeveer 1 miljoen tekort bij de jeugdzorg. Voor 2017 wordt hetzelfde voorspeld met de wetenschap van het eerste kwartaal. Natte vingerwerk natuurlijk. Dus dat zal zich ook nog uitkristalliseren dit jaar. Op WMO houden we meestal iets over, dus dat compenseert een deel. Vanuit het Rijk meicirculair hebben we er iets meer bij gekregen. Maar het betekent dat je, wil je dat sociale domein ook meerjarig in de klauwen houden, dat je moet kijken aan welke knoppen je binnen dat sociaal domein kunt draaien. Nou, om dat financieel in evenwicht te houden. Ja, maar en die knoppen zijn beperkt. En die knoppen zijn beperkt, ja. Het grootste is toch ook het bedrag wat je vanuit het Rijk ervoor krijgt. En dat is allemaal gebaseerd op ingewikkelde berekeningen, op volumes. En wat je voor een stad als Tiel mag verwachten. Maar die zijn gebaseerd op een flink aantal jaren terug. Dus de vraag is hoe actueel dat is voor Tiel. Vandaar dat de Raad en het college ook een brandbrief naar Den Haag hebben gestuurd. Om juist daar ook aandacht voor te vragen. Van Rijk, baseer je op wat er in de praktijk gebeurt. En dan zie je bij veel centrumgemeenten ook tekorten juist op jeugdzorg ontstaan. Ja. Nou goed, dat blijven we natuurlijk ook monitoren. Hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar goed, daar heb je de landelijke overheid ook bij nodig. Jij bent ook actief bij de AVRI, hè? Je zit in het dagelijks bestuur. Klopt, ik ben voorzitter van de AVRI. Nou is daar in de afgelopen raad ook aardig over gesproken. Over dat die stad zo vervuilt. Aantoonbaar is die viezig. CDA en VVD clashten met elkaar, want het ging met Marcia Melissen, die heeft AVRI in zijn portefeuille zitten. Openbare ruimte. En in die zin was hij daar de verantwoordelijke wethouder voor. En de CDA gaf een signaal af van nou, wij willen gewoon dat die stad aangepakt wordt, dat het schoner wordt. En hoe, kan ons eigenlijk niet zo heel veel schelen. En daar hangt dan ook weer een prijskaartje aan. De wethouder die wil daarmee aan de slag, maar niet zo voortvarend zoals het CDA en ook andere partijen dat willen. Is het een centenkwestie? Het is ook een centenkwestie. Vooropgesteld dat de AVRI ook gewoon erkent dat hoe het eruit ziet in de stad, dat beter moet. Nou, dat is ook opvallend. Die directeur van de AVRI, de heer De Vries, die heeft in de krant verteld dat hij zich niet herkende in de signalen die hij sinds kort pas opgevangen heeft dat er zo'n troep in Tiel was. Nou, collega Melis en ik hebben een buitengewoon goed gesprek gehad met een delegatie ook van de AVRI. Was de heer De Vries daarbij? Daar was de heer De Vries ook bij. Daar hebben we afspraken gemaakt. Hij heeft zijn woorden niet teruggenomen. Daar hebben we afspraken gemaakt hoe we dat beter kunnen maken. Uh-huh. Daar is de energie op gericht. En daar gaan we de komende tijd ook mee aan de slag. En dat heeft te maken met, god, welk beeld is er nu objectief meetbaar van de situatie? Nou,
bestaan natuurlijk allemaal verschillende onderzoeksmethodieken voor enzovoort. Ja, maar je kunt gewoon zien dat het een troep is, Laurens. Precies, en daar moet ook worden opgepakt en dat erkent de AVRI ook en daar gaat de AVRI ook mee aan de slag. En dat zal wellicht ook moeten leiden tot meer budget, ja. Ja, en op kijk, CDA die sorteerde al voor, hè? Het mannetje van vroeger in de straat met een kar. Dat zou een goede oplossing kunnen zijn. Creatief idee. Ja. Oftewel, wordt vervolgd. Zeker. Als we nou kijken naar het totale sentiment, we hebben het er al eerder over gehad. Je vindt het moeilijk om daar een waardeoordeel over te geven. Dat is niet aan mij. Nou ja, goed, je bent onderdeel van het hele politieke spel. En het is nog ruim een half jaar na de verkiezingen toe. En er moet nog wat gebeuren in die stad. Zeker. Natuurlijk. Die verhoudingen, hoe krijg je die weer op de rit? Nou, we moeten gewoon doen waarvoor we voor ingehuurd zijn. En dat is namelijk goed de stad besturen. Dat betekent dat de begroting sluitend moet zijn. Dat betekent dat er aanvullende bezuinigingen mogelijk daartoe moeten worden verzonnen. Nou, dat gaan we doen. Daarnaast zijn we met tal van ontwikkelingen bezig die goed zijn voor de stad. Ik noem er een paar: Burense Poort, Waalkade, Westluinense Poort, RSG Lingencollege, Fluvia Tiel, de ontwikkelingen in het sociaal domein. Ja, als ik jouw plaatje zo hoor. Dus we hebben echt genoeg te doen en daar zetten we ons volledig voor in, voor die inwoner van Tiel, om van Tiel weer een betere, mooiere, socialere stad te maken. Ja, en dan krijg je van de oppositie, van de gemeenteraad van Tiel, krijg je een motie van treurnis aan je broek. Vind je dat dan niet heel erg jammer? Ja, nogmaals, wat er woensdag gebeurd is, is er woensdag gebeurd. Ik concentreer me echt op de toekomst, om Tiel beter te maken. Daar zijn we mee bezig, iedere dag weer. Daar hebben we de handen aan vol aan. Dat levert ook genoeg resultaten op en genoeg successen. Ik begrijp vanuit de oppositie dat ze de vinger op de zere plek willen leggen. Prima, uitstekend. Maar we gaan daarna wel door met waar we mee bezig zijn. En wat mij betreft er nog een extra schepje bovenop ook. Oftewel, niks aan de hand en we blijven bouwen aan Tiel. We blijven bouwen aan Tiel. Ik zeg niet niks aan de hand. We hebben een financiële uitdaging te gaan en die gaan we oplossen ook. De tweede gast in deze aflevering van het Koetshuis is Robert van Galen. Hij is raadslid namens OD16. En jij zat eerst in de raad namens D66, daarvan afgesplitst. En nu sinds ruim een jaar zullen we maar zeggen OD16, hè? Onafhankelijke Democraten 16. Zojuist aan Laurens Verspuij, de wethouder Financiën, gevraagd van of het nou goed komt met Tiel. Diezelfde vraag wou ik jou ook stellen. Of het goed komt met Tiel? Ja. Nou, dat is maar net hoe je Tiel beschouwt natuurlijk, hè? Als je kijkt naar de politieke zin, ja, financieel. Ja, ja. Als je kijkt naar het politiek financieel zijn de problemen natuurlijk enorm op dit moment. Meneer Verspuy zei, het komt goed. Ja, dat zou ik als ik wethouder financiën ook zeggen. Als ik financiën wethouder was. Natuurlijk, het komt goed. Want als die zou moeten zeggen, het komt niet goed. Dan is er eigenlijk maar één oplossing, namelijk te vertrekken. Dus hij kan niet anders dan zeggen dat het goed komt. Dat roept hij al jaren, maar we zien het steeds vaker verkeerd gaan en misgaan. Nou goed, dus dat is grote woorden die jij daaruit spreekt, ja. Maar waar gaat het mis? Nou, laten we eens een voorbeeld nemen. 2016, de begroting, zouden we eindigen met een overschot van meer dan 2 ton. Uh-huh. De eerste voortgangsrapportage die er ligt in het voorjaar is er een tekort van 5 ton. Vervolgens is het om en nabij de 4 ton bij de voortgangsrapportage in november. En als dan de jaarrekening komt, is het tekort 1,6 miljoen. En tussendoor, in november, zegt het college nog, voor ons is er geen aanleiding tot het doen van maatregelen, ingrepen, etc. Dat is geen rocket science, maar dat betekent dus dat het bedrag nog eens opgelopen tijdens dat jaar. Fors is opgelopen. En waar ligt dat aan? Dat betekent of er zijn uitgaven gedaan die men niet voorzien had, of de boekhouding is niet echt goed op orde. Men heeft geen grip op de uitgaven. Maar heeft dat te maken met het verhaal sociaal domein? Voor een deel, maar voor een deel ook niet. Want je ziet ook op allerlei andere begrotingsposten dat er te veel wordt uitgegeven. Bij het sociaal domein, om een voorbeeld te geven, een behoorlijk tekort. In april werd er aangekondigd dat er 1,2 miljoen tekort zou zijn. Nadat de reserve van 2,2 miljoen was ingezet. Op sociaal domein. Ja, dus dat is veel. Dus heel veel. We hebben de wethouder gevraagd van, goh, sinds wanneer weet u dat nou?
nou een week eerder in april. En ja. Dan, dus hij was niet geïnformeerd. Wanneer zijn de rekeningen binnengekomen? Vooral november, december. Dus er zitten 4-5 maanden tussen binnenkomst van rekeningen en het moment waarop hij geïnformeerd wordt. Als ik wethouder zou zijn, zou ik uit mijn vel gesprongen zijn. Zullen we eens de vinger op de zere plaats leggen? Ja. Denk jij dat het te maken heeft met het ambtelijk apparaat? Met de medewerkers van de gemeente die dat moeten doen? Of is dat te kort door de bocht? Ja, dat is denk ik te kort door de bocht. Maar als de wethouder vertelt dat er 7 ton verkeerd geboekt is, namelijk 2 keer, en waardoor het tekort opeens 7 ton meevalt, waardoor er nu weer 8 ton in de reserve sociaal domein zit. Dus eigenlijk dan denk ik wel bij mezelf, wat gebeurt er nou eigenlijk? 7 ton, hè, dat is toch een behoorlijk getal, dat is niet een tientje. Nee. En als dat dan verkeerd geboekt wordt. Kan gebeuren, maar dat zou hersteld moeten worden. Maar hè? Als de accountant dat ontdekt, baat mij dat wel zorgen. Op het interne controlesysteem. En hoe kun je dat nou aanpakken dat dat beter gaat? Of dat als raad in ieder geval beter kunt monitoren? Nou, we hebben nadrukkelijk in de laatste raadsvergadering gezegd dat het aanzienlijk beter moet. Dat er wordt nu bovenop gezeten door de gemeenteraad. Hè. Jullie hebben verslag gedaan van die raadsvergadering. Nou, dan kon je toch wel zien dat het een stevig debat werd over vooral de financiën en de controle op financiën. En wij willen in het najaar een sluitende begroting zien en een deugdelijke voortgangsrapportage. En niet. Maar de heer Verspuy heeft aangekondigd dat die er gaat komen. Nou, fantastisch. Heb je daar goede hoop op? Gelet op wat ik de laatste 2-3 maanden heb meegemaakt met doorlopend andere cijfers die gepresenteerd worden, is het motto nu eerst maar eens even zien en dan geloven. En het geld moet ergens vandaan gehaald worden. Ja, hè? De reserves worden leeggetrokken op dit moment. De reserve van de parkeren wordt aangeslagen voor 4 ton om het tekort op 2016 te dichten. Dat is een fors bedrag uit het parkeerfonds. Dat parkeerfonds is bedoeld om voorzieningen in de stad te verbeteren. Rondom het parkeren, rondom grote bouwprojecten. Niet voor niks is de binnenstadsvereniging echt hartstikke nijdig over deze gang van zaken. Want die zien opeens dat het geld gebruikt wordt om gaten te dichten in de begroting. Is het iets van deze tijd, hè, dat mensen vrij snel, laten we maar plat zeggen, pissig zijn? Nee, zowel in de raad of mensen zelf? De raad van Tiel raakt niet zo snel overstuur. Ik heb de laatste 3 jaar nu weer raadswerk gedaan. Mm-hmm. En dit is de eerste keer waarbij voor mijn gevoel ook echt er boosheid was over de gang van zaken. Dus niet alleen over het feit dat er tekorten zijn, maar vooral ook over het feit dat een dag voor de raadsvergadering er een nieuwe jaarrekening gepresenteerd wordt. Dat is natuurlijk bizar. Ja. Dat 1 dag van tevoren raadsleden bereiden zich voor en verdiepen zich in de materie. Ja, dan kun je s'avonds even doornemen tijdens het voorslapen gaan en dat was hem. Ja, en dat was hem. En dan denk ik, opeens is het tekort in de jaarrekening opgelopen naar 1,6 miljoen en er wordt er nog een notitie bij gelanceerd en daar moet je het dan maar mee doen. Nou, dat kan eigenlijk gewoon niet, vind ik. En een wethouder van Financiën moet dat op zijn fatsoen trekken om te zeggen van, sorry raad, we hebben het niet goed in de hand gehad. We hebben een aantal missers laten ontstaan. Een verontschuldiging daarvoor naar de raadsleden die zich enorm inzetten om zicht te krijgen op die financiën. Dat doen ze niet voor de lol, dat doen ze om beleid te maken, om de goede dingen voor de stad te doen. Daar gaat het om. Om ervoor te zorgen dat er een zwembad komt, om ervoor te zorgen dat die stad schoon wordt. Allemaal thema's die voorbij komen. Om ervoor te zorgen dat de jeugdzorg op orde komt. Maar het debat kun je alleen maar voeren als de cijfers op orde zijn en als je de juiste informatie krijgt. Als dat niet is, dan ga je dus op glad ijs als gemeenteraad. Waar baseer je dan op? Kijk, en dat vind ik een probleem. Het college haalt de schouders op, probeert het allemaal technisch uit te leggen, maar een gebaar naar de raad en daarmee naar de stad. Ik heb het woord sorry niet gehoord. Terwijl er wel allerlei verschillende documenten over de tafel gaan met informatie die van week tot week wijzigt. Ja, daarom ook die motie van treurnis. Daarom de oppositie heeft uiteindelijk een motie van treurnis ingediend om. En natuurlijk snap ik dat de coalitiepartijen die afwijzen. En daarmee zeggen ze eigenlijk, och, wij vinden het wel best, deze gang van zaken. Nou, goed, het college laten vallen helpt toch niks? Nee, het college laten vallen helpt niet. Maar een duidelijk signaal afgeven van wij accepteren dit zo niet. Nou, dat is gebeurd. Dat heeft de oppositie duidelijk gedaan. Je kunt het op deze manier niet naar de stad toe brengen. Bijvoorbeeld,
2017, lopende begrotingsjaar. We hebben nu de perspectievennota vastgesteld. En perspectief zegt het al, wat gaan we doen in 2018? Ja. Wat is de basis voor de begroting van 2018? Nou, je hebt het meegemaakt. Hè? 2017 zou eindigen met 7000 euro in de plus. Natuurlijk een klein bedrag. Maar beeld is, we houden geld over. Ja. En we kunnen doen wat we met we allen in 2016 hebben afgesproken. Ja, een dikke kruis erin. Nu staat te tellen op min 628.000 euro. Ja. Dat wil nogal wat zeggen. En dan gaat het dus niet alleen over overschrijdingen op het sociaal domein. Maar ook over burgers en bestuur, ook op economische en ruimtelijke ontwikkeling, op alle portefeuilles begint het over te lopen. En dat heeft te maken met sturing, controle, goed zicht op de werkprocessen. Ja, ergens houdt het natuurlijk een keer wel op. En als de wethouder zegt, het komt goed, nou dan weten we dat we in oktober de tweede voortgangsrapportage krijgen, ter voorbereiding op de begrotingsraad in november. En dan moet het dus allemaal opgelost zijn. Want als 2017 ook afstevend op een jaar met enorme tekorten. En daar lijkt het op, hè, want het is nu 628.000 euro. Maar gaat de provincie en ook het Rijk zeggen van let op. En daar komt ook nog bij 1 miljoen wat nu gezegd wordt tekort op de jeugdzorg wellicht dit jaar. Maar dat is natte vingerwerk natuurlijk. Maar ik ga ervan uit dat het college niet alleen maar natte vingerwerkcijfers presenteert, maar dat ook als ze dat zeggen, dat daar een behoorlijk waarheidsgehalte in zit. Want anders roep je maar wat. En dat kan niet. Dus dan gaan we al naar 1,6 miljoen tekort. En waar moet dat weer uitgedekt worden? En dat schuift allemaal voort uit naar het volgende jaar. Verkiezingsjaar, hè? Nou, dan kan er dus heel erg weinig tot niks. En als de wethouder dan zegt, wij krijgen die begroting sluitend. Heel veel geld zit vast in salarissen, in kapitaallasten van gebouwen. Overal zit geld vast. Dan is het bijna onvermijdelijk dat er geschrapt moet worden aan subsidies, allerlei andere OZB omhoog. OZB omhoog. Nou ja, weet je, de OZB gaat in 2018 al omhoog. 7,5%. Ja, dan belegt nog iets meer. Ja, maar dat lost er niet op. Deze coalitie heeft afgesproken dat de OZB met 7,5% omhoog gaat. Dus een lastenverzwaring voor iedereen in Tiel. Een forse lastenverzwaring. 20, 30 euro per gezin. Dan kun je zeggen, oh, dat is maar 2 tientjes. Maar het is toch een behoorlijk bedrag. In totaal levert dat 570.000 euro op. 7,5% OZB-verhoging. Dat is natuurlijk onvoldoende om die tekorten weg te werken. Dus ja, maar dat is gedaan om te zeggen van, nou, maar landelijk zitten we nog steeds aardig in de pas. Als het gaat om het percentage van die OZB. Ja, je kunt natuurlijk zeggen dat je landelijk in de pas loopt, maar er zijn de nodige problemen die hier opgelost moeten worden. De vloedering in de stad, het gevoel van onveiligheid. Dat is een heel mooi punt. Er zijn een aantal zaken die echt opgelost moeten worden. Vloedering in de stad, wat iedereen ziet. Ja. Het is een rommeltje. Daar werd over gesproken door. Dat is allemaal een understatement. Ja, het is gewoon troep. Ja. En iedereen constateert dat. Dat is geen rocket science. Nee. Eigenlijk heb je daar geen onderzoek voor nodig. Die gaat er wel komen. Nee. Vind je daar trouwens van? Dat kost ook weer geld, hè? Zo'n onderzoek. Nou, weet je, het CDA heeft die motie ingediend, hè, ja, om daar echt wat aan te doen. En zij wilden eigenlijk 2 dingen. En ik vond het een goede motie. Want we hebben hem gesteund. Het is een belangrijk signaal. Dat hebben ze goed gedaan. Ja. Ik bedoel, ik zeg als het fout gaat, zeg ik het. Als ze dingen goed doen, zeg ik het ook. Ja, Tom van Oostrom ging er ook hard in. Gedaan. Die zei er nou stevig in. Meneer de wethouder, dat ging dan over Marcel Melissen. Ja. U moet aan de bak. Meneer Melissen die zei van nou, ik heb meer tijd nodig. Ja, maar hij wilde 2 dingen, Tom van Oostrom. Dat werd in het debat wel duidelijk. Hij wil onderzoek naar hoe komt het nou dat we met de AVRI hebben afgesproken dat voor het gelijke geld de kwaliteit van onderhoud op het niveau blijft als voordat we het naar de AVRI hadden uitbesteed. Ja. Iedereen kan gewoon zien dat dat is mislukt. Ja. De ergernis zit hem vooral in het feit dat de directeur van de AVRI, de Vries, doet alsof ze neus bloedt. Geen idee waar het over gaat. Het verhaal heeft Tiel nooit eerder gehoord. Eigenlijk heeft. Is het verhaal van nou, de doelen die zijn gesteld, die hebben we keurig gehaald. Jan en allemaal kan zien in Tiel dat gewoon niet waar is, of je hebt je ogen in de zak. Zo simpel is het. Maar het tweede is, wat het CDA volgens mij wilde bereiken, is dat vanaf morgen, zo ongeveer, er werk gemaakt wordt van het opruimen van de stad. Ja. Van Oostrom gaf het scherp aan.
Haalde geloof ik een voorbeeld uit Goes of Gouda. Een van mannetje op straat, ja. Karretje, et cetera. Zoals vroeger ook ging. Dat willen de mensen zien. Het kost geld, hoeft helemaal niet ingewikkeld te zijn. Hoeft niet tot oktober, november te duren. En wat natuurlijk heel apart was, vond ik verrassend. Mm-hmm. Dat zijn coalitiepartijen. Hè? Dat de coalitiepartijen, CDA, VVD, hierover een motie indienen. En de VVD maakt zich ook vaak grote zorgen over de verloederingende veiligheid. Dus bijna hun landelijke thema. Ja. En dat vervolgens de wethouder stevig inzet op, ik kan dit niet voor elkaar krijgen voor 1 oktober of eind oktober. Want ik weet ook wat de bedoeling is. Hè. Wat moet het kosten? Kunnen we het meenemen in de beraad van de begroting 2018? Precies. En dat vervolgens na schorsingen de VVD de steun aan de motie die ze mee heeft ingediend intrekt. Ja. Eigenlijk zeggen ze dus, als we dit even analyseren met z'n tweeën, ja. We doen dat nu, hè? We doen het nu samen even. Ja. Geen rocket science. Je zou zeggen, van tevoren is dat met elkaar afgesproken. We gaan dit brengen. Dat klopt ook wel, hè? Die motie. De wethouder die zal daar dan ook van weten. Oftewel, dat wordt ook nog eens gezegd, nou, het CDA gaat er natuurlijk flink in. Mm-hmm. Vervolgens buigt die wethouder niet mee. En krijg je dus een clash. Nou, de clash was voor iedereen zichtbaar. Ja. Jij noemt het rocket science. Ik noem het boerenverstand. Om te zien dat hier in de regie iets enorm fout is gegaan. Ja, wat is dat nou? Geen idee. Kun je daar de vinger op leggen? Nee, is voor mij heel lastig. Want er wordt speculeren en dan is het geen science meer. Nou, maar doe eens. Ik kan alleen maar zien dat iets heel erg fout gegaan is binnen twee de coalitie. Tussen die twee partners. En of het nou komt door de manier waarop Van Oostrom die motie heeft uitgelegd. Wat vaak is hetgeen wat op papier staat en wat je echt bedoelt. Mm-hmm. Of het nou komt doordat Marcel Melissen gedacht heeft, ja, luister eens, ik laat me niet publiekelijk zo neerzetten. Of ik laat me niet in een toezegging dwingen die ik niet waar kan maken. Hij was fel. Ongekend fel. Ja. En dat siert een wethouder wel, want daar staat hij ergens voor. Daar hou ik wel van. Mm-hmm. Een stevig debat. Maar het CDA bewoog ook niet. Voor mij is er maar één ding zichtbaar aan het worden. Dat we in de opmaat zitten naar de verkiezingen in 2018. Kijk, zou het daarin moeten zoeken? Natuurlijk. Marcel Melissen is de lijsttrekker. Die geeft zijn visitekaartje af van de VVD. Bij het CDA heb ik nog geen nieuwe lijsttrekker gezien. Ik weet niet wat er achter de schermen gebeurt. Maar ik kan me voorstellen dat daar... dat het daar spannend is van wie er de nieuwe lijsttrekker gaat worden. Ja, want de huidige wethouder heeft nog niet aangegeven dat hij stopt. En Tom van Oostrom heeft al aangegeven, ik wil wethouder worden. Ja, weet je... Dus dan hebben we er twee voor een positie van één. Ja, dat zou zomaar kunnen. Maar goed, daar ga ik niet op speculeren wat er allemaal gebeurt. Mm-hmm. Dat is aan de leden en de achterban van het CDA. Wat ik wel zie is dat het dus clasht tussen coalitiepartijen en dat het uiteindelijk ook niet goed is voor stabiel bestuur in de stad. Want daar gaat het om, hè? Want daar gaat het om. Je wil, kijk, het gaat niet om CDA, VVD, het gaat erom dat de rotzooi in Tiel wordt opgeruimd. En dat er een nieuw zwembad komt en dat jongeren die in de problemen raken geholpen worden. Ja. Daar gaat het om. En, daar heb je, en dit soort politiek helpt daar dan, denk ik, niet bij uiteindelijk. Terwijl iedereen dat doel heeft natuurlijk. Verwonderlijk was het voor ons wel. Ja, politiek gezien was dat een aardig schouwspel. Ik moet zeggen dat wij wel genoten hebben van wat daar opeens gebeurde. Waar kun je nog meer van genieten als het gaat om de politiek in Tiel? Waar kan ik nog meer van genieten als het gaat om de politiek in Tiel? Voor mezelf sprekend is toch dat je probeert dingen voor elkaar te krijgen voor inwoners. Dat je de vinger op de zere plek kunt leggen op punten waar het misgaat. En ik heb nu het idee dat de raad op dit moment echt wel aan het doorpakken is. Dat zit op het sociaal domein, dat zit op de problemen rondom de jeugdzorg. Daar moeten echt antwoorden op komen. De raad laat zich niet wegsturen. Je ziet dat er gaandeweg steeds meer verbondjes ontstaan tussen partijen uit de oppositie en uit de coalitie. Waarbij heeft het ook dus alles te maken met de verkiezingen die eraan gekomen? Maar dat heeft ook te maken met de inhoud. We zoeken elkaar op de inhoud soms ook op. En het is niet altijd alleen maar de coalities voor en de oppositie tegen. Dus eindelijk tevreden over kwaliteit van de raad? Nee, want er zijn een heleboel mensen die weinig tot niks zeggen. Ze hebben misschien in de achterban wel
hun invloed. Maar in de raad is het debat van weinigen, zou je kunnen zeggen soms. En dat is wel jammer. Maar dat is overigens niets nieuws. Hè? Dat was in de jaren 90, toen ik eerder in de gemeenteraad zat, ook al zo. Okay. Kijk, en ik denk wel dat de politiek in Tiel wel invloed heeft op een aantal goede ontwikkelingen in de stad. Dat is zeker zo. Moet ook, hè? Ja, dat moet ook. Dat ook zo hoort het ook te zijn. Zo hoort het ook te zijn, maar... Ja, even nog terug naar die raad. Ja. Het lijkt erop dat we een spookraadslid hebben. Een aantal keren al niet geweest, is zelf eruit gestapt. Mm-hmm. We praten over de heer Alleskan. Ja. Hier een aantal keren uitgenodigd om in het koetshuis te komen. Er komt altijd iets tussen. Einde van de rit hebben we hem nog niet op camera gehad. Zo. Wat vind jij daar nou van? Kijk, op papier mag het. Ja. Dus dat iemand niet komt, afbelt, dat kan allemaal. Een ziekte, je hebt allerlei redenen. Ja, ik heb gezien dat het in het presidium besproken is van de gemeente Tiel. Het presidium, dat zijn alle de fractievoorzitters. De burgemeester, griffier. Want het valt natuurlijk iedereen op. En ik heb ook begrepen dat er een gesprek gaat plaatsvinden. Misschien heeft het al plaatsgevonden met hem over zijn deelname aan vergaderingen. Commissievergaderingen, raadsvergaderingen. Ik vind, als je raadslid bent, dan moet je je uiterste best doen om het te zijn als er bijeenkomsten zijn. Vergaderingen van de raad, vergaderingen van commissies. En het is veel en soms net iets te veel. Dan moet je keuzes maken, want je wil ook gewoon in de stad zijn op van alles en nog wat. En vooral als eenmans fractie in dit geval. Fractie, of nou ja, wij zijn met z'n tweeën. Als ik kijk naar het aantal pagina's papier wat wij te verwerken hebben gekregen rondom jaarrekening, begroting, dan gaat het er 3000 pagina's over. Nou, dat is bijna niet te doen. Dus dat is al hartstikke mooi dat je de hoofdlijnen eruit kunt halen. Maar als je ervoor kiest om een fractie te verlaten en om als eenmansfractie verder te gaan, dan doe je dat ergens om. Dan ben je wellicht ergens ontevreden over. Of je wil een ander geluid laten horen, want dat doe je niet zomaar. Maar dan moet je het ook laten horen. Maar dan moet je het ook laten horen. Dat hebben wij ook gedaan. Wij zijn uit D66 gestapt, omdat we het op persoonlijk vlak ging het niet goed. Maar ook op een aantal inhoudelijke thema's waren we het oneens. Maar we hebben ons het afgelopen jaar volgens mij behoorlijk laten horen op een heleboel beleidsterreinen. Dat hoort er dan wel bij. Kort samengevat. Hij moet er gewoon zijn, vind ik. Je keurt het af. Ja, ik vind het niks. Nee. Het zal natuurlijk blijken waar dat schip gaat stranden. Als het überhaupt gaat stranden. Zeker. Hey, over OD16 gesproken, de toekomst daarvan? De toekomst ligt voor ons. Altijd. Met het oog op de verkiezingen? Ja, met het oog op de verkiezingen. OD16 gaat volgens mij niet met een lijst komen in 2018. Zo van OD2018 of OD2022. Dat gaat niet gebeuren. Oké. Dus dat betekent dat nog wel beschikbaar blijft voor de politiek of juist niet? Heb je het wel gezien? Die afweging moet zo rond de zomer, als het eens een moment rustig is, gemaakt worden. Daar heb je al wel over nagedacht. Ja, kijk, zelf denk ik dat het wel mooi geweest is. Mm-hmm. Maar je weet het nooit. Je weet nooit wat er nog weer zou kunnen gaan ontstaan. Ik denk wel dat ik altijd actief ergens op de achtergrond blijf in het Tielse, want dat heb ik altijd gedaan. Ja, daarom ben je ook veel te betrokken als Tielse inwoner. Ja, werk in Tiel, woon in Tiel, geboren in Tiel, dus ergens duik ik dan wel weer op. Maar ik zal maar zeggen, de politieke arena in de frontlinie, daar zie ik mezelf niet zo gauw meer in opereren vanaf 2018. Nou, in ieder geval wat je ook gaat doen, veel succes daarbij en mag ik jou danken voor het gesprek. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.